Het managementteam van Theater De Lindenberg heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Ilse Verburg. Dat zeggen medewerkers van het Nijmeegse Huis der Kunsten. De directeur heeft op haar beurt een spreekverbod opgelegd aan haar managers. Het managementteam, bestaande uit 3 managers en een interim manager, is van mening dat de organisatie te autoritair wordt geleid. Daarin zou de directeur geen ruimte laten voor inbreng van de medewerkers. De sfeer in de Lindenberg zou danig te lijden hebben onder het leiderschap van Verburg. Inmiddels hebben verschillende medewerkers zich ziek gemeld. Verburg begon in september 2014 als directeur van de Lindenberg. Ze wilde woensdagmiddag nog niet op de zaak reageren.